Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Fortnite video. Vandaag gaan we weer Hide and Seek spelen, oftewel verstoppertje in Playground. En ik zit hier vandaag samen met Ryan. Hi. Met Rick. Yo. En met Linda. Hallo. Guten Tag. Ze hebben zich alle drie verstopt op dit moment in de Tomato Tempo. Dus we gaan ze gewoon proberen te zoeken. Ik hoop dat het gaat lukken. Daarna gaan we nog de rolletjes wat omdraaien, maar dat zien jullie vanzelf wel. Dus ik ga beginnen jongens. Oké. Okay. Kom maar. Guten Tag. Dat me echt niet wennen. Guten Tag. Ik ga sowieso even mijn geluid snel wat zachter zetten, anders word ik doof namelijk. Zo, hoppatee. Ik ga je sowieso wel vinden, Ryan. Waarom niet? Ja, jawel. Ik heb genoeg hout mee. Wie is dit, ouwe? Wie is dit? Waar? Ja, hier. Rip. Wie is jij dat, Rick? Oh, dit is Ryan, wat? Ja. Nou, Ryan, ik ging je niet vinden, man. Ik heb je niet gevonden, hoor. Je hebt sowieso gekeken, hè. Dat kan niet anders. Nee. Rick zei dat je me niet kon zien. Er staat er toch nooit een golf... Waarom zal er een golfkarretje in een hoek staan? Ja, omdat hij gestraft is. Ja, nee. Dat klopt toch niet, joh. Ja, ik vind het een beetje jammer, dit. Ryan, die is al game over. Was een goede verstopplek, Ryan. Jij hebt al te vaak gewonnen. Dus vandaag ging het een keertje niet door. Ja, wacht maar. Zo meteen ben ik. Ja, is goed. Ik heb een guided missile gestolen. Oh, nee. Ik moet nog even de rest zien te vinden. Hierachter, nee. Had je niet lukken. Ja, jawel. Ik hak sowieso dit bord om voor als er iemand in zit. Nee, oké. Okay. Die tempel is eigenlijk best wel groot, hè. Als je denkt hij is niet zo heel groot, maar... Het is best nog wel een oppervlakte dat je moet coveren. Je kan nog bij aardig veel plekjes naar binnen of achter zitten, ja, daarom. Of hoog zitten. Er staat hier sowieso wel een lama in de bomen, dus die ga ik even naar beneden halen. Zo. Hoppatee, lama is kapot hoor. Hoorden jullie dat? Ja, heel dichtbij. Ja, oh, echt heel dichtbij. Oei. Ik hoorde dus van een verre afstand. Ik moet even kijken of er niemand van jullie in het dak ergens zit. Ik hoor je, kan echt op vieze plekjes zitten. Ryan, je bent ook game over, ja? Oh, oké. Ik zeg het, ik hoor je. Hier is de ammo nog niet gepakt. Ik kan natuurlijk ook kijken of de ammo is gepakt, ja of nee. Want als de ammo niet is gepakt, het houdt dus in dat jullie er nog zitten. Een loungepad hier. Of als de ammo niet is gepakt, dan is er niemand geweest, zeg maar. Dat bedoel ik. Je snapt hem wel. Ah. Even dit boompje omhakken. Zit er iemand in de boom, jongens? Nee, oké. Een beetje jammer. Hierin? Oh, hier ben ik nog nooit geweest ook gewoon, joh, hier. Nee! Oh, ik wist het! Wie is dat? Dat ben ik! Dat is mijn plek! Nee? Die heb ik al een keer gezeten met Hide and Seek. Oh. Gaat ze op de plek zitten? Nee. Oh lol, hier staat ook gewoon een kist. Plek. Ja, ongeveer. Ik keek de hele tijd de lucht in. Dat is eigenlijk wel een plekje waar je goed kan verstoppen. Ja, ik wilde eigenlijk daar in het huis gaan zitten, zeg maar. Ik had daarboven. Ja, daarboven. En dan gewoon met mijn eigen bouwsel, dat je kon zien dat het wel zelf gebouwd was. Maar... Ik snap hem. Ik niet. Nou, het is dat je niet die stenen na kan bouwen natuurlijk. Dat maakt het wel ietsje makkelijker altijd. Maar nu is de vraag, waar zit Rick? Ja, Rick? Waar ben ik, Jan? Wacht, je hoorde net die C4 echt heel dichtbij, hè, ja, bij die boom. Ja, heel dichtbij. Dat is wel echt een goede tip dan, hè? Ja, zeker. Oké. Dan ga ik deze boom ook nog even omhakken. Holy shit. Waar zit Ricky, boy? Je moet hier ergens zitten, 100% zeker. Hoor je dat, Rick? Nee. Oh. Rick is toch goed in deze game? Ja, Rick ben die kan het wel, maar waar zit hij? Ik wil wel om een tip vragen, maar ook weer niet. Wat zit hieronder? Ben ik hier al geweest? Maar ik ontdek echt nieuwe dingen hier, joh. Ja, kijk, dit is ook een goede plek waar ik nu sta. Ik weet niet waar je bent, hè? Ja, kijk hier, boven. Boven? Kijk, boven je. Wat? Bij de tomaat. Wat? Achter je, kijk. Oh wauw, ik zag je niet eens! Dat is een goede plek, ik zag, hè? Je niet eens, ja, die is wel goed, ja. Hier, daar komt-ie. Wow! Wat? Hij deed het niet eens. Oké, Rip, Rick, ik ga wel om een tipje vragen. Ja? Zal ik gaan klappen? Misschien dat je het hoort dan. Nee, maar dat hoor ik denk ik niet. Oké, ik zit echt. Ja, gewoon bij de tempel. Bij echt de tomaat van de tempel. Maar waar? Ja, dat is de vraag, ja. Zie ik er niet gewoon bovenop? Oh, ik heb de tomaat. Oh, ik val. Ah! Wacht, ik kan mezelf omhoog bouncen. Woe!
Je zit echt in de tempel, bij de tempel. Ik ben zo dichtbij, hè. Waar je allemaal aan doe je aan? Hoe kan ik nou zo dichtbij zitten? Zit je hierachter? Weet ik niet. Ja, dat was wel een mooi plekje geweest hier eigenlijk, waar ik nu ben, maar... Daar zit je ook niet. Oh, ben je aan het dansen? Ja. Ik hoor je! Wat? Ik hoor je dansen! Je schiet me niet. Nee! Sowieso zit hij hier. Ik hoor je, Volgens mij zit hij hier. Waar? Zit hij... Ja! Show, nee. Maat! Zal ik het zeggen? Kijk, kom eens! Ja. Ik liep hier zo en ik heb helemaal dit stukje heb ik bekeken. Ik dacht, oh, er ligt ammo en alles. Ja. En ik heb hier niet gekeken. Nee, precies. Wauw, je hebt het wel slim gedaan, want je hebt de ammo dus niet gepakt. Goeie plek, hè. Oh, man. Nou, oké, Linda. Ja? Nu is jouw beurt om te gaan zoeken, want wij gaan ons verstoppen. Je gaat het niet raden. In dit kleine plekje helemaal onderin. Hey Rick, ik heb een idee, ouwe. Vertel. Kijk. Ik wil dit doen. Dit. Aha, ja. Kan dat? Ja. Tuurlijk. Oké, maar dan moet ik wel even dit doen. Kijk, dat doen we even zo, ja, zo. Ja, inderdaad, slim. Oké, ik heb wel een plekje. Je mag ons gaan zoeken. Oké. Als ze mij hier niet ziet, hè, Rick. Nee, dan ga ik echt lachen. Dan pis ik gewoon echt kaars in de broek. Dat is wel echt superhandig. Ik ben echt te slecht altijd in verstoppen, maar ja, ik doe mijn best in ieder geval. Er staat ook een loungebed. Ja, die is van Ryan, die heeft hij ergens neergezet, ja. Oh. Nou, misschien ben ik in een boom gevlogen. Ryan die zit, kan ik alvast zeggen, op een briljante plek. Als je Rick of mij niet ziet, dan pissen we beiden in onze broek. Ja, wij zitten echt op een hele stomme. Ik zie jullie niet meer kijken. Ze begint nu al te lachen, hè. Hoor je, joh. Hoor je mij, Ryan? Ja. Even kijken. Ik mag zeker geen gebruik maken van de loungebed. Nou, voor mij wel, dat maakt mij niet uit. Of kijk, je daar iets mee gaat opschieten, dat weet ik niet. Dus kan je er zien, Ryan? Nou, ik hoor haar aankomen. Ik hoor haar ook. Oh, dus even kijken, man. Het is ook niet zo dat ze dicht bij elkaar in de buurt zitten, joh. Nee. Hier zie ik al iets open. Uh-oh. Dat er hoort misschien open. Kijk even. Hier zit niemand. Ik weet met zekerheid, zegt hij hier nog de vrachtwagen? Zit ook niemand? Sorry. Ryan schiet zo zijn wapen! Ik was dat hij me mee zag. Oh echt? Ja, dan verschiet je per ongeluk, hè? Dat is niet heel handig. Ik hoor dat hier ergens vandaan kwam. Wel ondertussen eventjes ook in de winkel kijken. Niemand druk achter de toonbank. Oasis. Maar zien jullie mij nu? Ja, ik had je gezien. je loopt misschien in de buurt van ons. Ja? En dan waarom ga je klein beetje in? Maar hoor. Klein beetje maar. Nee, waarom kijk je hier naar? Oh. Nee, waarom keek je naar boven? Natuurlijk kijk je naar boven. Oh man, ik vond dat zo'n goede plek. Ik kan zich daar stoppen. Oh. Zag, als je niet naar boven had gekeken, had je me niet gezien hoor. Oh. Oké, ik ga je niet helpen, maar... Holy damn. Je bent redelijk warm. Laten we daarop houden. Ja, dat dacht ik al. Ja, joh. Ik kan hier precies niet achter springen. Een aardbeving. Ik ga even achter je aan rennen, hoor. Dat hoe ben ik. Ver? Dus niet schieten. Oké, niemand in Jongen. Ook in de bosjes? Wat, mijn ene bult. Wauw. Maar ik hoorde rijden. Oh, sorry. Oké, Jan zit me uit. Okay. Nee! Hoe dan? Precies, een springkussen. Wat is er, Jan? niks. Gaan we door. Ik ben naar mijn hoofd hier. Oh. Nee, daar zit sowieso niemand, dat zeg ik wel. Nee, oké. Ik zit te kijken. Jan, nee, dat is niet meer binnen de grens, hè? Dat mag ook niet. Ik begon echt helemaal te lachen. Nou, misschien zat ik wel nog te lachen van een tijdje terug, hè? Oh, die bands ja, in de tank. Kijk, ik ga even hier naar boven. Hier waar ben je nou? Achter. Oh, daar. Dat is nog best wel, tricky. Oh, oké. Ryan! Ryan zit... Ik zag je rondjes draaien! Oh, what? Nee. Oh,
Nee! Aan de kant, hoor. Nee, Ryan is gestapt. Net die snelweg. Hey, je mag niet bewegen, hè, Ryan? Ja, ik ga het zweertje van kant. Ryan! Dan gaat hij weer de andere kant op. Linda, hak gewoon die druk weg. Ja, dat ben ik al aan het doen. Ik zal wel even helpen. Kijk hem net! Nee! Kijk hem net. Oh. Ja, Ryan is ook gevonden, hoor. Oké, okay, nu moet je alleen nog Rick zien te vinden. Ga je me nog vinden, Linda? Ja, hoe kan je Rick vinden? Ik zit echt op de makkelijkste plek. Rick staat echt op de domste plek die er is, ouwe. Maar ik kijk even van bovenaf. Rick, what the fuck? Je wordt kouder, Lin. Je wordt kouder. Ja? Koud, warm, warm. Ik zat wel echt voor jou in de buurt, denk ik. Jullie zaten we zaten alle drie bij elkaar. Dat is mijn tip. Alle drie bij elkaar, oké. Rick, Linda, je liep net hier zo. En Rick die zit daar rechts van je, gewoon een knijt te kijken. Je loopt zo door. Oh, mooi. Oh, we zaten echt alle drie bij elkaar, hè? Ah, wel goed gedaan, Lin. We hebben ons best gedaan. Oké, jullie mogen hier weer gaan verstoppen. En dat doen we in het stadje hiernaast. Dus ja, ga je gang. Ga daar maar naartoe. Dan ga ik jullie weer zoeken. Ryan, Rick en Linda die zitten verstopt achter mij. Dus zijn jullie er klaar voor? Zeker. Jazeker. Ja. Oké, dan draai ik me om. 3, 2, 1. Kiekeboe! Als ik nu iemand zie, jongen. Oei. Jullie zitten alle drie in het stadje, hè? Ja. Ja. Oké. Ho! Dan gooit dat nu al iemand een granaat gewoon, hè? Sorry. In de boom. Niemand in de boom. Oké. Ik zit niet in een huis. Laat ik het daar ophouden. We hebben wel nog ergens op de berg daar. Wel bij het stadje. Wat is dit nou weer? Jij zit echt op een rare plek dan, hè? Waar ik mijn plek kon nog, hè? Ja, zeker. Ik ga even zoeken, hoor. Want hier is alles nog vrij. Niemand ligt op het bed. In de boom. Kiekeboe! Nee, oké. Okay. Wow, schiet er iemand met een Desert Eagle, hoor. Ah, gekkie, dat was meneer Eagle. Dat was meneer de Bakker, denk ik. Ja, man. Helemaal niet. Ik hoor je, Jan. Ja, ik hak sowieso altijd eerst alle boompjes om, want dat vertrouw ik niet namelijk. Ah, je bent zo eentje. Ja. Ik ben zo'n default. Ik ken jullie langer dan vandaag, hè? Ik voel me echt gewoon heel erg goed. Ik ben net begonnen! Vind je het logisch dat ik nog niemand heb gevonden? Ik voel me best al gemakkelijk. Ik voel me alsof ik het al gewonnen heb. Ja? Maar dat kan niet, het is onmogelijk om dit te winnen, helaas. Nee, maar als iemand naast je loopt en je niet heeft gezien... Dat nee, serieus? Wat is dit nou weer dan? Serieus? Mijn leven hangt Wacht. Mijn leven hangt af van één niet. Waarom zit hier een vloer in de muur? Hoe dan? Ja, dat weet ik niet. Hier heb je iemand een vloertje in de muur gebouwd. Kan dat nou? Oh, are you kidding me? Er zit sowieso hier iemand op. Ja, sowieso, Rick. Ja hoor. Yeah. Wie is dit? Linda! Oh, die was goed! Maar waarom verraad je jezelf zo hard? Ja, ik voel me echt goed dat iemand langs me is gelopen. Ik ben net begonnen! Dan weet ik toch precies waar je ongeveer zit! Oh man. Nou, Linda die is KO. Lekker, Linda. Het was wel een goede plek, eerlijk gezegd. Het was een goede plek. Maar je hebt wel een beetje jezelf verraden. Ja, maar ik dacht, ik vind het toch niet meer. Je hebt wel ballen en jij, hè, Ryan? Zo. Een beetje granaatjes gooien. Oh, zie je op jou? Dacht je van waar die kwam? Ik heb echt geen idee. Ik moet alleen niet van de... Lekker, Ryan. Doei, Ryan. Ik moet alleen niet van de berg afvallen. Zie ik letterlijk op het randje van de berg zie ik zo'n houten platformpje. Oké, alleen Rick nog. Rick, je hebt het weer gewoon als laatste overleefd, ja, hè? Ja, ik ben professioneel. Hoe doe je dat? Maar je moet me kunnen zien. Ja, maar ik moet wel meer, helaas. Dit is echt slecht, gewoon. Hoezo? Nee, zegt. Ik ben nu eerst in de huis aan het kijken, want dat heb ik nog niet gekeken. Oh, toeter. Oké, één tip, ik zit niet in een huis. Niet in een huis, oei. Dat is wel een goede tip, eigenlijk. Ja. Niet in een huis. Nou, dan gaan we de boompjes even kapot maken, hè. Dat is het ook niet. Ja, hey, ik vertrouw helemaal niks meer van wat jij allemaal zegt. Nee. Ik heb maar het door. Je kan, als je in zo'n boompje kan zitten en ik loop langs, dan ben ik ook wel heel scheef, moet ik zeggen. Are you kidding me?
Ik zie het al. Nee, zit je daar echt onder? Je zit je daar echt onder, bro. Maar hij zit Rick dan verstopt. Ja, hij zit eronder. Oh, je bent echt vier keer. Oké, okay, fair enough. Ja, maar ik dacht dat hoort erbij of zo, joh. Nee. Ik heb het nog helemaal niet gezien, namelijk dat. Oh, dat is de verkeerde. Ik moest Ryan hebben. Ik heb geen idee waar Ryan nu is. Ja, ik het was een goede plek, want ik had het echt niet gezien, namelijk. Ik ben er een paar keer langs gelopen, ja. Inderdaad. Maar Linda, de plek, die was sowieso ook goed. Maar die heeft gewoon een klein beetje gefaald dat ze zichzelf verraden. En ja, Ryan. Ja. Ja. Volgende keer als je zoiets doet, dan moet je wel even zorgen dat ik niet een heel vierkant houten platformpje naast de berg zie hangen. Want dat valt net iets te veel op, namelijk. Hoe kan je dat zelf zien? Nou, ik keek zo en ik zie gewoon een heel platformpje naast de berg zitten. Ja, sowieso kwam hij op mijn granaat af. Nee, ik zweer het. Ik wist niet waar die vandaan kwam. Ik hoorde hem alleen ontploffen, namelijk. Dus daar ligt het helaas niet aan. In ieder geval, mocht jullie hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zo'n subscribe blijven, zou ik super dope vinden. Als je het vaker wil zien, laat het ons natuurlijk sowieso weten, want er zijn meer dan genoeg plekjes natuurlijk. Oké, nou dan gaan we het sowieso nog een keer doen. Dus mocht jullie hebben genoten, ram die like op, vergeet niet te abonneren voor meer, check de rest uit. En tot de volgende keer. Doei doei. Bye bye.